basisteam IJsseland in Rotterdam op de Hoofdweg. Surfjanten Jacques en Dani krijgen bericht van de centrale meldkamer. Er is een verdachte persoon. Die heeft in een auto gezeten op de Koningsvaarder in Rotterdam-Ommoord. Een collega in vrije tijd die vond het nogal dat hij zich daar verdacht ophield. En we gaan even kijken of we dat voertuig tegenkomen. Dus de meest logische route is dat hij deze kant komt en dan hier de A16 op gaat. Oei, passaat. Kijk, dat is hem. Dat is hem. 3200, we zien de auto rijden op de Terbrechtse weg. Ik zet hem even naast, spreek ik hem gelijk aan. Goeiedag, politie. U mag even achter ons aanrijden. Ja, oké. Ja, zal ik hem aanspreken? Ja. Goeiedag. Mag ik alsjeblieft uw rijbewijs? Ik heb er geen zin in. Doe even uit. Ik zou toch graag even uw rijbewijs. Nee, dat doen ze niet. Want zij filmen ons werk. Ja, dat moet hun weten. Ja, dat is wel. Ja, dat mag. Nee, dat hoeft ook niet. Ik wil graag even uw rijbewijs zien. Ik heb het niet bij me. Oké. Stapt u even uit. Dan praten we even achter de auto. Nee, maar kijk. Ik begrijp het geloof ik niet. Ik wil hun niet zien. Nee, maar u begrijpt het ook niet. U heeft geen rijbewijs bij u. Dat is een overtreding. Ja. En ik wil graag een controle uitvoeren. Ja. En u bent verplicht uw rijbewijs aan mij over te geven. Ja. En die heeft u niet bij u. Ja. Dat kan betekenen dat u wordt aangehouden. Dat u meegaat naar het politiebureau. Als u geen andere identiteitsbewijs bij u heeft. Je hebt geen we gaan even daar staan. Laat ze weggaan, jullie gasten. Heeft u iets anders bij u waar uw naam staat? Oh, u heeft het wel bij u. Maar waarom is u zo opgefokt? Ik heb een beetje ruzie in de auto. Oké. Okay. Ja, met de familie heb ik ruzie. Oké. Okay. Want wij hebben dat ook allemaal opgeschreven. Wij hebben inderdaad een melding gekregen van een verdachte situatie met dit voertuig. Waarom dan? Ja, dat weet ik niet. Dus dat gaan we even onderzoeken. Nou, ik was mijn dochter aan het ophalen. Die kwam bij de vriendin vandaan en wij zaten in de auto te praten. Oké. Okay. Nou ja, mensen hebben dat gezien. En die dachten van, ja, wat doen die mensen daar? Wat raar, die auto hoort hier kennelijk dan niet. En toevallig komen wij die kant op en zien we uw auto rijden. Ja. Nou, ik heb niks gedaan. Dus. Nee, oké. Okay. Maar als dat blijkt, dan is dat ook zo. Dan is dat ook prima. We hebben wel wat aan de hand. Want er staan behoorlijk wat boetes voor je open. Ja. En dan kom ik al hieruit op een bedrag van 1207 euro. Nou, dat heb ik niet bij me. Dat heb je niet bij u. Nee. Ga nog even door, want er zijn 20 bekeuringen in totaal. 697 euro. Maar wat betekent dit? Is 300, het onderroepelijk? Deze boetes die moet u nu betalen of je voertuig wordt buiten gebruik gestoken. Heb ik niet. Nee. Okay. Dat betekent dat wij het voertuig buiten gebruik gaan stellen waar u nu reed. Ja. En hoe gaat mijn gezin verder kunnen? Hey, rot eens even op hier met die camera, man. Meneer, doe eens even. Als ik zo vind, dan wordt het alleen maar interessant. Hij moet mijn gezicht niet willen dingen zien. De hele familie mag uit de Passaat komen, want de auto wordt in beslag genomen. Doe maar niet. Ik loop achter, hij wil niet blijven. Wat voor papieren heb je dit? Jullie spreken jezelf allemaal tegen. Zou die dochter? Ik begrijp je vraag niet van jou. Wat wil je daar eigenlijk zeggen? Ja. Zoals je collega? Ja, dat is mijn collega. Dat is dezelfde vraag. Ja, precies. Natuurlijk is dat mijn dochter. Wat is er mee? Nee, helemaal niks. Totaal bedrag 10.223. 10.223 euro en 17 cent. Meer niet? Nee, dat is het bedrag. Nou, bedankt. Moet ik het opschrijven voor u? Ja, graag. Ja? Waar zijn we dan? Allemaal voor verkeersovertreding. Kijk eens, alsjeblieft. Naam erbij ook. Dank u wel, heren. Bedankt. De moeder des huizes is het duidelijk niet eens met de gang van zaken. Hartelijk dank. Hebben jullie veel succes. Fijne dag. Deze familie mag verder gaan lopen en de Passaat wordt afgesleept naar dichtbijzijnde politiebureau. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld om zijn verkeersboetes binnen 28 dagen te betalen. En zo niet, dan wordt zijn auto aan de hoogste bieder verkocht.